Frits Barend, de 77-jarige voormalig presentator, had aangekondigd de rol van meneer Leon te spelen in de veelgeprezen musical 4045. Helaas voldeed zijn acteerprestatie niet aan de verwachtingen van de productie, wat resulteerde in zijn vervanging. In een verklaring aan Show News erkende Barend: "Helaas acteerde ik niet tot de tevredenheid van de verantwoordelijke." Barend, die geen ervaren acteur is, twijfelde aanvankelijk of hij wel zou deelnemen aan de musical. Desondanks besloot hij de uitdaging aan te gaan en werkte het hele voorjaar, onder andere met begeleiding van acteur Huub Stapel. Ik leerde mijn teksten bijna als een droom, vertelde Barend. Terwijl hij in kleinere ruimtes goed functioneerde, verliep het minder soepel in de grote repetitiehal. In de grote repetitiehal moest ik alles wat ik had geleerd eigenlijk vergeten. Regisseur Frank van Laken, uit de bezorgdheid over Barend's vertolking van meneer Leo, wat leidde tot verwarring bij de acteur. Die al eerdere regieaanwijzingen had gevolgd. Barend voegde toe: het gesprek met de regisseur leidde tot verwarring na alle eerdere aanwijzingen die ik had opgevolgd. Ik volgde de nieuwe adviezen op, maar acteerde helaas nog steeds niet tot de tevredenheid van de verantwoordelijke. Het is zoals het is. Anja van Mensel, CEO van Studio 100, vond echter dat de rol van meneer Leon perfect bij Barend paste en benadrukte: Frits bracht het personage tot leven op een manier die helemaal in lijn was met wie hij is. Het is dan ook meer dan een tegenslag dat het zo is verlopen. Het enthousiasme en de inzet van Frits tijdens de voorbereiding waren bijzonder inspirerend. We kunnen veel leren van zijn betrokkenheid bij de rol. De rol van meneer Leon wordt nu overgenomen door Sjoerd Pleizier. De musical 4045 gaat op 21 september in première in de Midden-Nederland in Barneveld.